Bijna gaat over een vrouw die uit Drenthe komt, uit een plaggenhut. In Twente woont ze en ze komt in het verzet terecht. Ze komt bij de groep Overduin die Joden helpt, die onderduikers helpt. Maar de oorlog die maakt zich ook meester van haar geest. Dus ze wordt een beetje gek daarvan. En ik vind het een heel spannend boek. Ik heb het met heel veel aandacht gelezen. Ja, wat ik in haar vond, dat was de vrouwelijkheid die zij bezat. Daar kon ik mij wel mee verenigen om te overleven. Ik ben ook een overleefster. Mm. Dus dat overleven in haar, daar kon ik helemaal in komen. Ja, het redden van die kinderen, dat heeft ze erg in. Dat heeft haar misschien overeind gehouden, hè? Want dat instinct, dat bracht haar steeds weer op de been. Ja, maar tegenovergestelde gaf ze haar eigen kind weg. Als ze weer door de war was. Ja, ja, ja. Dus het was een heel, heel rare gedachtegang had ze. Ja, dus zij leed aan een soort oorlogsparanoia. Ja. Hè? Die oorlog die woedde in haar geest door. En waar ik me wel over verbaasd heb, dat zij op een gegeven moment in de gevangenis in Scheveningen zit. En dan vanuit die gevangenis wordt overgebracht naar een gekkenhuis. Ja. Dat lijkt me zo'n humane maatregel, dat verwacht ik niet van de nazi's. Dat is ook echt gebeurd. Zij heeft op een gegeven moment... ging ze maar alleen... waarom deden ze dat dan? Nou, omdat ze dus niets met haar konden beginnen. Ja, maar mensen waar ze niets mee konden beginnen, die stuurden ze naar Vught of naar Auschwitz. Ja, klopt. Maar toch denk ik dat zij ook op een of andere manier toch wel een soort kwetsbaarheid had. Dat ze die mannen toch een beetje, omdat ze ook al die gedichten opzij. En ze liet zich niet kleineren. Ze heeft ook niks verteld. Ze hebben haar ook gematteld. Ze heeft ook niets verteld. Of zou dat misschien toch zijn geweest omdat haar man bij de SS was? Die achtergrond zou er ook achter kunnen zitten, dat haar man bij de Waffen-SS was. Zij was dus lid van de groep Overduin. Hè? Ja. Een groep vanuit Enschede, van die dominee Overduin. Die zich vooral toelegde op het helpen van onderduikers. Hè? Ja. En het redden van mensen die vervolgd werden. Erg fascinerend, want je schrijft ook dat hij na de oorlog voortgegaan is op die weg, maar dan niet ten gunste van de slachtoffers van de nazi's, maar de slachtoffers van Nederlandse discriminatie ten aanzien van kinderen van NSB'ers bijvoorbeeld. Ja, klopt. De kinderen, maar dat was Rudy dus ook, hè? Een kind van een Waffen-SS, van een SS'er. Ja. Dus die heeft die... Klaas, ja. Deze als kind, dat is ook veel. Maar dat is daar, kijk, dat is dus haar heel erg kwalijk genomen en door meneer Overduin ook. Dat zij met de groep Overduin de kinderen van SS'ers hebben opgevangen. Want die werden aan hun lot overgelaten. Yeah, en dat is door het naoorlogse milieu, zijn ze daardoor verguisd. Ja, ja, ja. Ja, maar in één opzicht heb je toch wel iets gemeen met die Jantina. Want jij komt ook uit Almelo. Ja, ik kom uit die streek, dus ik ken dat gebied, ja, en ik ken ook de mensen. Ja, ja, je komt niet uit een plaggenhut, maar wel uit Almelo, ja. Ja. En dat is natuurlijk toch ook wel een herkenningspunt voor jou geweest. Wel dat naoorlogse milieu, want uiteindelijk heb ik daar ook nog een staartje van meegekregen. Want als op school een kind was bij ons, dan en was een kind van een NSB'er, dan werd hij toch nog steeds gepest en mocht nergens binnen. Oh, dat viel je toen ook op? Dat viel mij op. Ja, toen dacht ik, wat is dit, weet je wel? En, ik ben geboren in 1949, dus was al 4 jaar de oorlog afgelopen. Maar die kinderen mochten nergens binnen. Oh, dat ergerde jou toen ook al? Dat vond ik heel erg. Toen dacht ik, wat kunnen zij eraan doen? Ja, natuurlijk. Maar ik begreep... Zonde is niet erfelijk. Nee, maar ik begreep die volwassen mensen, die begreep ik niet dat ze dat konden doen. Ja, wat mij heeft gefascineerd in het boekje is... in het boek is het boekje van haar zuster Lena. Ja. Die Lena, die stierf al voor de oorlog, maar liet een soort Nostradamus-achtig boekje na, een met voorspellende waarde, waarin het leven van Jantina eigenlijk werd voorzegd. Ja. Ja,
heb je dat boekje, dat heb jij dus niet gezien, want volgens jouw moeder is het verbrand. Nee, het is verbrand door de familie, want ja. Die was daar boos over. Die familie die had zoiets van, zij heeft het voorspeld en daarom is het misschien wel haar schuld of zo. Uh-huh. Dus die wilde daar kwijt. Ja. Maar het was een soort, die vrouw was heel paranormaal begaafd en dat was haar moeder ook een beetje, de moeder van Jantina. Ja. Want die ging ook met Gerard Crozet om en zo, die zat ook in zo'n groep. Ja. Maar die Lena was een heel bijzonder meisje, want toen zij dus opgebaard lag, werd heel Enschede werd een beetje een bedevaartsoord. Het ging allemaal naar haar kijken. Ja. Omdat ze toen nog wat uitstraalde, dus dat was een heel bijzonder meisje. En het boekje, daar begreep Jantina in het begin helemaal niks van, maar toen zag ze op een gegeven moment dat die datums klopten. Ja. De soldaten trokken mijn kasten open en gooiden alles op de grond. Ik kon Johan niet meer waarschuwen. Hij was net in de keuken om mijn baby de fles te geven. Een van de soldaten gaf een trap tegen de keukendeur. Die vloog uit de sponning en hing daardoor half open. Op hetzelfde moment riep de ander dat hij wat gevonden had. Hij haalde de snippers uit de kachel, lei ze op tafel en begon te puzzelen. Ze spraken een ogenblikje met elkaar en duwden me daarna naar buiten. Daar werd ik door nog twee soldaten opgewacht. Ik verzette me. Ik wilde naar mijn kinderen. En Johan, mijn onderduiker, zou zich intussen wel uit de voeten hebben gemaakt. Een van de soldaten had een Groningse tongval. Hij zei, rustig mormoeke. Woedend riep ik, vuile SD'er. En schopte de Groninger keihard in zijn kruis. Hij danste met zijn handen tussen zijn benen over de keien. Ik werd door de andere soldaten bij kop en kont gepakt en in de vrachtwagen gesmeten. Zij was een engel. Ze was een engel. Ze nam het leven zoals het leven was. Ja. En iemand haar dus vertelde dat ze een goed leven bij hem kreeg. Dan geloofde ze dat totdat het misging en dan dacht ze, ja, ik heb me toch vergist. Ja, ik denk de naïviteit van Want haar, kinderlijkheid. Je beschrijft haar als een mooie vrouw. Dus ze had vast wel betere mannen kunnen krijgen. Ja, had ze ook. Maar ik denk dat zij in de tijd dat zij mooi was, in de bloei van haar leven, heeft zij zich heel erg ingezet om mensen te redden. En is ze daar gewoon helemaal voorbij gegaan. Ik stapte uit bed, zette een kopje thee, maar mijn aandacht werd getrokken door zijn jasje. Dat hij achterloos op een stoel had gegooid. Ik wist dat het niet correct was. Maar ondanks dat doorzocht ik zijn zakken. Ik vond een zakdoek, een half pakje sigaretten en een benzine aansteker. In zijn binnenzak zat zijn portefeuille, waar hij in een vakje mijn foto bewaarde. Tot mijn schrik zat niet mijn foto daarin, maar een zwart-wit foto met een rood gekleurde mond van een andere vrouw. Ze keek me brutaal aan. Ze had prachtig golvend haar. Ik moet toegeven dat ze mooi was. Maar ik haatte haar. Wat deed zij in de binnenzak van mijn man? Daar hoort mijn foto. Doordat zij gemarteld werd, werd haar geest in zekere opzicht sterker. Ja. Hoe, daar heb ik mij over verbaasd. Kun je dat eens uitleggen? Hoe kan je geest sterker worden door martelingen? Doordat je dus, als je lichaam... Kijk, zij heeft dus verteld tegen haar zoon, want ik heb het van de verhalen. Mm. Als zij op die momenten dat zij gemarteld werd, dan verliet zij op een of andere manier haar lichaam. Dan raakte ze in een soort shock. Ja. En dan ging ze gedichten opzeggen van Kloos. Ja. Van Willem Kloos. Ja. Omdat ze ook bij die weduwe in huis is geweest. Ja. Ja. En daarna is ze natuurlijk wel een paar keer goed doorgedraaid. Maar op dat moment was zij, dat het gebeurde, overheerste haar geest, haar lichaam, dat ze niks voelde. Oh, ze kon zichzelf verdoven. Ze kon zichzelf verdoven door zich te onttrekken aan die pijn en dan gewoon gedichten op te zeggen. Waar die Duitsers helemaal gek van werden, want die wilden dat ze wat vertelden. Ja, dat begrijp ik. Ze kon zich dus buiten de situatie zetten, geestelijk. Ja. Boven haarzelf uitstijgen. Ja, dat is een bepaalde kracht, om jezelf te redden. Ja, maar dan heb je ook mensen die ongelukken krijgen, die zeggen dan na de tijd, ik heb niks gevoeld. Ja. Omdat je komt dan in een shock terecht en dat lichaam lost dat dan op. De celdeur vloog open.
Een jonge Duitse soldaat werd tussen twee bewakers in binnengebracht. Een Joodse vrouw ging als in trance naar hem toe. Even vergat ik de muur en mijn eigen sores. Wat was deze jonge man toegetakeld? Zijn lippen waren gebarsten, de wenkbrauwen gescheurd en zijn voorhoofd was één bloederige massa. De bewakers maakten zijn handboeien los en zeiden: je mag afscheid nemen. De Duitse soldaat en het Joodse meisje stonden tegenover elkaar. Ze keken elkaar alleen maar aan. Ze pakte zijn handen. Haar lippen bewogen, maar er kwam geen geluid. De grauwe, betonnen vloer vulde zich met verlangen en pure liefde. Het spoelde over ons allen heen en dompelde ons onder. We werden één met ons gevoel. Ik wist dat we allemaal aan onze eigen geliefden dachten. Maar dat stukje leefde niet meer bij mij. Ik wilde het terughalen. Ooit had ik dit ook ervaren. Ik bekeek het tafereel, alsof het een stuiverroman was. Ik baadde me in andermans vergetelheid. Tot ik besefte dat dit meer was dan zomaar een verliefdheid. Dit was als Romeo en Julia, een onmogelijke liefde. Na een paar minuten wilde de bewaker de jongen wegtrekken. Hij riep: afgelopen, meekomen. Onverwachts sprong het meisje in zijn armen. Hij hield haar nu zo stevig vast dat de bewaker zijn botten bijna moest breken om haar los te krijgen. De jongen verdween. De celdeur viel piepend achter hem dicht. Het meisje zat gehurkt in een hoekje. Ze maakte zich zo klein mogelijk. Haar magere armen omklemden haar knieën. Haar hoofd ligt begraven in haar weelderige bos donkere krullen. Minutenlang bleef de sfeer van de voorstelling der geliefden hangen tot we werden opgeschrikt door een paar geweerschoten. Wij wisten allemaal wat er gebeurd was. Het lichaam van het meisje schokte. Ze deed haar mond wijd open als de schreeuw van Monk. En hoe is het dan met Jantina afgelopen? Nou, de laatste... Is ze oud geworden? Nee, ze is 70 geworden, of 74 of zo. Uh-huh. Zij heeft nog een paar hele leuke jaren gehad met haar kleinkinderen. En dan ging ze naar Spanje met haar kleinkinderen. Ze heeft nooit meer een goede man gehad? Ja, ze heeft later nog wel een goede man gehad. Ik ben nu een boek aan het schrijven over Rudy. Over zijn leven als zeeman en paragnost en weet ik veel. En dit trouwens, die Rudy, die heeft wat de liefde betreft het wel... beter ingericht dan zijn moeder, want die Rudy, die omgaf zich met vrouwen. Vriendelijke vrouwen, ja. 12 zelfs, ja. Terwijl zijn moeder op een houtje moest bijten meestal. Ja, maar dat is ook een, dat verhaal van Rudy, dat heeft ook een dus die oorzaak. Rudy heeft van zijn moeder geleerd hoe je het niet moet doen in de liefde. Nou nee, Rudy is in de eerste plaats gewoon netjes getrouwd, als burgerlijk getrouwd, en toen kreeg hij kinderen. En zijn vrouw, die had geen moederliefde, dus hij moest voor de kinderen zorgen. En zijn vrouw is er op een gegeven moment vandoor gegaan en hij bleef met twee kleine kinderen achter. Mm. En hij kreeg hernia, dus hij kon ook niet werken. En toen kwam de kinderbescherming en zei: ja, wij nemen jou de kinderen af, want jij kunt niet werken. Ja. En toen zijn alle buurmeisjes in de buurt, die zijn hem gaan helpen met de kinderen. Oh, dus die kwamen niet voor Rudy, maar die kwamen voor die kinderen? Eigenlijk kwamen ze om hem te helpen. Anders waren de kinderen afgenomen. Dus wat gebeurt er dan? Dan gaat hij, nou ja, hij was jong, 22 jaar, en die meisjes waren 17, 18. Ja. Dus hij doopte ze met eentje in bed en met nog eentje. En op een gegeven moment zijn ze een groep gaan vormen. Ja, zo is het gekomen. Het was een ongeluk. Ja, ja, ja. Want ik had bijna bij die groep gehoord. Oh. Maar dat mocht niet van mijn ouders. Ik ben daar ook als 15-jarige was ik daar en ik vond het allemaal super interessant, al die vrouwen. Oh. En ik wilde mij daar ook bij aansluiten. Dus jij kwam niet voor de kinderen, je kwam niet voor Rudy, maar je kwam voor de vrouwen van Rudy? Nee, ik kwam voor de reuring. Ik bedoel, ik was 15 jaar en ik hoorde op de fabriek, ik werkte op de fabriek. Ja. Oh, daar is een woede kerel met welke allemaal fabriek vrouwen. Werkte je? Bij Nijverand ten Kater. Oh, textiel. Textiel, ik werkte in de textiel. Oh, ja. Als 14-jarig meisje ging je naar de fabriek. Klaar, ik was dyslectisch, kon toch niet leren. Hup, naar de fabriek. Oh, oh.
En zo kwam ik bij Rudy terecht. Die beiden zeiden, oh joh, dan kun je lachen joh, allemaal vrouwen daar in huis. En je krijgt altijd een broodje pindakaas. Altijd krijg je een broodje pindakaas. Want meer had hij niet in huis. En daarom werd dat boek op pindakaas genoemd. Inzetten, oké. Nou, we hebben nu gesproken over Jantina. Daarvoor was het de diepvriesfiguur van Roel. En Roel heeft ook een boek geschreven en dat heet Liefdesverdriet. En ik moet er even bij zeggen dat Roel dus liefdesverdrietconsulent is. Dus als je liefdesverdriet hebt, kan je bij Roel terecht. En hij heeft mij net verteld, het is geen kattenpis als je liefdesverdriet hebt. Het schijnt een hele grote impact te hebben op je leven. Zowel bij mannen als bij vrouwen. Zeker. En dit boekje ga ik dus lezen. En dan ga ik Roel over interviewen. Want ik wil daar natuurlijk alles van weten. Wie heeft geen liefdesverdriet gehad? Hebben we toch allemaal wel een keer. Dus ik ga dus Roel pindakaas geven, alsjeblieft. Dankjewel. En hij interviewt mij straks weer over pindakaas. En ik ga over het liefdesverdriet hebben. Nou, ik heb er nu al zin in om daarover te spreken. En deze natuurlijk, hè. Geweldig. Nou, hier sluit het mij af. Oké. Okay. Ja? Goed. Tot de volgende keer. Mijn vader had het altijd maar over de oorlog in 1418. Maar deze, 1940, wat hangt ons nog boven het hoofd? De bevrijding is zeer dichtbij. Wees voorzichtig. De Duitsers schoten op burgers. Radio Oranje was te voorbarig geweest. Iemand had dit bericht de wereld ingestuurd. Als je opgepakt wordt, kun je niemand verraden, doordat je niemand kent. Ik verslikte me bijna in mijn koffie. En toen ik uitgehoest was, zei ik, nee Klaas, ik ben het nog steeds niet met je eens. Ik ben gekomen om te vragen of je dat wapentuig wil neerleggen en weer bij ons komt wonen. Het was maar goed dat ze totaal geen vermoeden had dat ik in het verzet zat. Omdat ik niet met mijn grote liefde alleen wil zijn. Bij al dat volk zo mak. Er gebeurde van alles in mijn hoofd. Ik hoorde mezelf lachen en huilen en schreeuwen tegen mannen in witte jassen. Ik voelde me veilig. Bij deze grote man. Hij liep vlak naast me en vroeg, hoe vond je de preek van dominee Overduin? Heel goed, zoals altijd. Ik vind het wel fijn hoor, dat je je eigen kind krijgt. En dan kunnen we die vervelende SS-jongens kunnen we wegdoen. Die worden straks toch alleen maar gepest op school. Mijn jongens wegdoen? Waar wegdoen?